Beste zendingsvrienden, namens het deputaatschap voor de zending mag ik u hartelijk welkom heten op deze zendingsdag, de 66ste. En we zijn hartelijk verblijd zoveel te mogen ontmoeten. Ik zie van achter nog mensen toestromen. Ik mag u die kant op wijzen, aan die kant van de zaal en ook achter in dat vak zijn nog lege stoelen beschikbaar. Wat betreft het welkom, ik wil dat bijzonder richten aan de vrijwilligers van het thuisfront. Deze dag is natuurlijk juist ook door zoveel vrijwilligers opgezet en verzorgd. Hartelijk welkom. Maar mogelijk bent u ook thuis, in uw eigen gemeente, vrijwilliger. Fijn dat u ook op deze manier meeleeft. We heten de werkers op het veld bijzonder welkom. Van hen zijn er hier aanwezig, maar er zijn er ook in opleiding hier aanwezig en anderen op de velden zelf die vandaag of op een ander moment deze zendingsdag meemaken. Van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom ook aan afgevaardigden van diverse organisaties van binnen en buiten ons kerkverband. Vele zendingsvrienden, familieleden van uitgezondenen, broeders deputaten. Ik zie ook verscheidene oud-deputaten. Een ieder van harte welkom. Een enkele mededeling. Er is bericht naar Paleis Noordeinde verstuurd aan onze koning. En zijne majesteit de koning heeft op ons bericht gereageerd. Zijn oprechte dank uitgesproken voor de vriendelijke boodschap. Hij wenst ons een geslaagde bijeenkomst toe. Ook hebben wij bericht verzonden van deze zendingsdag naar onze zusterkerken, om daarmee onze blijvende verbondenheid tot uiting te brengen. Bij de mededelingen tot slot een verzoek. Namelijk of u allemaal even uw mobiele telefoon wilt checken, dat deze uitstaat. Vriendelijk verzoek en vriendelijke dank. Wij gaan samen zingen op Psalm 68, het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat vermogen. 68, vers 14.
Uit Gods heilig woord willen wij een gedeelte lezen, namelijk het evangelie van Marcus, daarvan hoofdstuk 4, de versen 26 tot en met 34. Wij lezen uit de Bijbel Marcus 4, vers 26 tot en met 34. En hij zeide, alzo is het koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp, en voorts sliep en opstond nacht en dag, en het zaad uitsproot en lang werd dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort, eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. En hij zeide, waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij hetzelfde vergelijken? Namelijk bij een mosterdzaad, het welk, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van alle zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden en maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. En door vele zulke gelijkenissen sprak hij tot hen het woord, nadat zij het konden horen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. Een krachtig zaad. En hij zeide, hoort u wie hier spreekt? Het is Jezus de Heere, de Zoon van God, de Zoon des mensen. De Heere Jezus spreekt door middel van gelijkenissen. En hij spreekt hier in de omgeving van Capernaum. Ja hoor, hij spreekt, jongens en meisjes. De Heere Jezus vertelt de gelijkenis van een landman die zaad in zijn hand neemt om dat uit te strooien. Je ziet het voor je, toch? En die akker is de wereld. En dat zaad, dat is het woord van God. Een beeld dat bijzonder gepast is voor deze zendingsdag. Ik hoor iemand vragen, maar wat zal nu zo'n enkel zaadje doen in deze grote wereld? Vraagt u dat voor Cambodja? Vraagt u dat voor Albanië? Of vraagt u het voor Nederland? Vraagt u het voor uzelf? Wat zal zo'n enkel zaadje doen? Lieve zendingsvrienden, nu bent u het die luistert naar dit woord. En als wij luisteren naar dit woord, dat ook mag klinken op onze velden, dan valt toch huidskleur weg, rijkdom en status vallen weg. In het horen van dit woord is ieder gelijk. Horende hoort, maar verstaat niet. Ziende ziet, maar merkt niet. In vers 12 van ons teksthoofdstuk heeft de Heer Jezus die woorden ook nog aangehaald. Ja, die vraag is terecht. Eén zo'n zaadje in die grote wereld. Ja, een handvol koren op het land, op de hoogte der bergen, waar die rotsgronden liggen, waar het zo hard is, waar alles afketst. Lieve zendingsvrienden, zo is het met u, met jou, met mij, van onszelf, hart van hart. Dringt maar niet tot ons door, we hebben God verlaten. We hebben de dood boven het leven gekozen. De zonde kleeft aan onze handen, aan onze ogen, aan onze voeten. Mag ik die vraag aan uw hart leggen? Wat zal zo'n zaadje doen in uw leven? Als de Heere bij mij afrekent, dan gaat het woord dat hij spreekt tegen mij getuigen. Maar hoor, dit woord is een krachtig woord. Dit zaad is een krachtig zaad.
Jezus bemoedigt zijn knechten dat ze niet moeten letten op de aardse afmetingen van hun werk, maar op de hemelse zegeningen daarover. En ze kwamen binnen Capernaum en terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde leerde hij. En ze versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende, niet als de schriftgeleerden. Hij is de Zoon van God. Zijn werk staat onder de bediening van de Heilige Geest. O, ziet u zo'n zaadje vallen? Let eens op die lippen waarover deze woorden komen. In zijn lippen is genade uitgestort, omdat hij eeuwiglijk van God gezegend wordt. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. De geest des Heren, Heren is op mij. Zo spreekt de Heere Jezus. Zo spreekt hij in deze gelijkenis. En zo mogen zijn dienaren uitgaan om het woord te zaaien als een krachtig zaad. Hoort. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Kinderen, kennen jullie dat dochtertje? Ik bedoel dat dochtertje van Jairus. O, zeg je, maar die was toch gestorven? Toen kwam de Heere Jezus toch eigenlijk te laat? Ja, daar leek het op. De mensen zeiden, nu heeft het geen zin meer, want het kind is dood. Kinderen, zo is het nou met jou en met mij ook. Ons hart is dood voor God. Er komt geen verdriet uit voort over de zonde, geen liefde tot hem. En wat deed de Heere Jezus? Daarbij dat dochtertje van Jairus. Hij ging spreken. En zo is het nou vanmorgen ook hier op de zendingsdag. De Heere spreekt. Hij raakt aan door zijn woord en geest. En dan komt er leven. Zo is het hier op de zendingsdag, zo is het op alle zendingsposten. Dat woord is een woord van goddelijke kracht. Het zaad is een krachtig zaad. En dan, kinderen, dan kom je onder de indruk van wie de Heere is. Dan ga je die grootheid van God zien. Maar ook hoe nodig het is dat je de Heere leert kennen. Dan krijg je verdriet over de zonde en een verlangen dat het goed mag worden tussen de Heere en je hart. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, zegt Paulus, want het is een kracht Gods tot de zaligheid. Een ieder die gelooft. Ja, in zijn lippen is genade uitgestort. En de eerste genade is wel dat een mens verootmoedigd wordt. Kom, zendingsvrienden. U begrijpt dat wel, we als deputaatschap en naar uitzien om van die vruchten te mogen horen. Als we de visitaties doen, als we de brieven lezen van onze werkers. Maar ik vraag het nu aan u. Die eerste genade is de genade van de verootmoediging. Ontledigd worden, arm gemaakt, behoeftig, een schuldige ten opzichte van die heilige, rechtvaardige God. Hoe staat bij u? Ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet. Zo maakt hij die touwen van liefde vast aan de ziel. Zo dringt dat zaadje door in het hart. Het is een evangelie van genade, kracht. Omdat Christus de dood inging, de schuld, de zonde, de last van al de zijnen op zich nam. En zo borg werd om vrede te maken met God. O, wat een krachtig zaad is dit. Als de getuigenis van Jezus Christus.
je ziel gaat bekoren. Dus die heerlijke naam waarde krijgt in de donkere nacht van je verloren leven. Wat een krachtig zaad is dat. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Is het niet waar, u die de Heere vreest, een krachtig zaad. Al wat uit uw lippen ging, gaf aan mijn ziel vertroosting, geest en leven. Ziet u de zaaier gaan? Hij gaat langs de velden, hij zaait zijn woord. Het is een krachtig woord. Zo sprak hij in de omgeving van Capernaum. Zo klinkt het op de zendingsvelden. En nu hebt u het gehoord. En gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd. O, aangrijpend. Hoor wat de Heere nu zegt. Ge zult tot de hel toe neergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. Het is van 2-in-1. Of u, of jij, of ik mogen de kracht van dat woord ervaren tot ons behoud. Om vaarwel te zeggen tegen de wereld en de zonde. Om ingewonnen te worden voor God, zijn genade, zijn liefdedienst. Of we blijven dezelfde. Dat straks Sodom, Gomorra tegen ons gaan getuigen. Ziet u de zaaier gaan? Zijn woord is een krachtig woord. Zijn zaad een krachtig zaad. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Wij zingen Psalm 22, het 15e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. Psalm 22, vers 15.